De stichting Oruyari Fest heeft een nieuw record kunnen vestigen met het aantal bezoekers dat aanwezig was tijdens de Pagara Estafette van 31 december jongsleden in de binnenstad. Voorzitter Gino Revos zegt tegenover onze redactie dat zij de evaluatie van de gehouden festiviteiten nog niet hebben gedaan, maar dat de organisatie ruim tevreden is met het verloop van de activiteiten. Als organisatie kijken we zeker terug naar een geslaagd evenement. Zeker beter dan vorig jaar, grotere opkomst. En met onze ogen op de toekomst willen we het alleen maar nog beter gaan doen. Het evenement is een prachtige kans voor Suriname om zich te profileren naar de wereld. Een unieke manier van het vieren van het oude jaar. En dat zullen we in het komende jaar zeker blijven doen. We weten zeker dat er dit jaar een record aantal bezoekers is geweest. Het is voor ons natuurlijk heel moeilijk om dat exact te meten. Maar naar schatting denken we dat we rond de 70.000 bezoekers zullen uitkomen. Het Oruyari Festival kan volgens Revos goed gebruikt worden als toerisme-trekpleister voor Suriname. Met deze gedachte zal de organisatie in de toekomst verder bouwen aan het festival.